Stel jezelf even voor. Ik ben Henk Veerman. Het is even hoe ik nog spelen. Ja. Spelen, ja. Speler van Heerenveen. Ja. 25. We staan hier in het mooie, ja, mooie stadion van Heerenveen. Zorg dat je in beeld blijft. Ik sta erin. Ja, goed. Ik speel nu iets meer dan een jaar. Zie je? Ja. Nou, nou dan weten we wie dit is, hoor. Een echte Volendammer, ja. Gelukkig wel. Ja. En hij is nog lang, hoor. Kijk, kijk, we zien hoe groot die gozer is. Moet je kijken. Hoe lang ben je? Ik ben 2 meter. Ja. Zie je? Een aantal jaren geleden was er helemaal geen sprake van dit jaar natuurlijk profvoetballer werd. Nee. Nee, dat was nog niet. Dat was toen nog niet in kan en kruik. Ik was hier voor schilderen, ja. Ja. Ik stond gewoon op de steiger, ja. Je stond gewoon op de steiger? Ja. Ik voetbalde in de zondag vierde klas. Vierde klas en die stond op de steiger te schilderen. En jij denkt bij jezelf, ik wil profvoetballer worden of wat? Ja, zo'n beetje, ja. Dus toen ben ik alle kleine stappen eigenlijk heb ik genomen. Ik ben zaterdag 1 van Volendam gegaan. Die zat in de hoofdklasse. Ja. Toen daar topscorer geworden. Toen ben ik naar de belofte van Volendam gegaan. Topscorer geworden. Ja. Ja. En toen mocht ik een keer proberen bij het eerste. Van Volendam. Ja, en dat heeft de wedstrijd van 18 geduurd, denk ik, in het laatste seizoen. En toen door naar Heerenveen? En toen naar het mooie Heerenveen, ja. Dat klinkt gewoon als een sprookje gewoon. Dat is het ook wel een beetje, ja. Maar ja, hoe moet het nu verder? Ja, ik zit nu natuurlijk, dat is zeg maar de plek van mij, hopelijk tijdelijk, zeg maar. Hier, kijk, we zien even de dugout hier. Ga maar even zitten dan. Ik ga voor waar zit jij normaal nu? Meestal hier ergens zo, hoor. Hier ergens zo. Hier. Dit is de plek van jou in de dugout. Ja, maar dat moet tijdelijk zijn, hoor. Dat begrijp je, dat is tijdelijk. Dat kan natuurlijk niet blijven. Nee, of precies, dat bedoel ik. Nee, ja, dus hoe gaan we dit oplossen dan? Ja, nou. Ja, kijk, nu zit hij in de dugout. Ja. Want zeg maar, je hebt dus een spits voor je, een Reza op dit moment. Reza Goganiad, ja. Ja, die zit nou voor je. En hoe moet dat nou? Ja, hoe moet dat nou? Die moet er natuurlijk uit, hè? Die moet er natuurlijk uit. Want vorig seizoen heb je wel aardig mee gespeeld. Ja. Vorig seizoen wel een hoop wedstrijden gespeeld. Ja. Dus dat, maar ja, het resultaat was gewoon niet goed genoeg. Dus? Dus moest er een andere spits komen en dat is Reza geworden. En die start, ja. Dat is de keuze van de trainer en daar moeten wij aan werken. Ja goed, maar ja, je komt van ver, je bent bij Heerenveen gekomen en nu zit je eigenlijk tijdelijk dan even op de bank. Ja, maar ja, ik kom toch van ver, dus dat komt hopelijk vanzelf goed. Ik moet gewoon als ik erin kom, moet scoren. Ja. Laten we zeggen dat ik binnen 2 weken een goal moet maken. Binnen 2 weken ga jij scoren? Ja. Oké. Goed. Hou je aan. Doen we dat.